voor de gerechten die we hier op de kaart hebben gebracht, hebben we heel veel baobab poeder meegenomen. En baobab is van de baobabboom, hè, de upside down tree, de dinosaurus van bomen in Afrika. En het vruchtvlees is een soort sticky poeder. Het is heel zuur en heeft een hoog gehalte van calcium en van vitamine C. Het is heel fris. Als je het bij melk doet, dan heb je een soort yoghurt smaak. En dat hebben we in het dessert verwerkt. Daar hebben we dus nogal wat van meegebracht. Het dessert is wel geïnspireerd door de grote man Rembrandt. Wel door de latere werken van Rembrandt, toen hij echt wel radicaler werd. En hij ging meer met nieuwe technieken verven. Dus hij ging ook echt met klodders op het schilderij. En hij werd meer realistisch. In een portret bijvoorbeeld, als je niet mooi was, werd het er ook niet mooier op in een portret. En er zat heel veel emotie in. Dus wat we hebben geprobeerd echt met dit dessert te doen, is die technieken toe te passen. En heel erg de kleuren ook aan te houden van zijn zelfportret van die tijd. Dus we hebben hier een hangop van yoghurt gemengd met het vruchtvlees van de baobab. Dus het is een baobab hangop. En daarbij wat chocolate soil. En de macadamia noten, ook natuurlijk uit Afrika. Die hebben we gekarameliseerd met wat honing en ook een beetje baobab. En daar komt dan wat kokosijs bij. En we hebben een sausje gemaakt van gezouten karamel. Dat is natuurlijk wel ook wel Nederlands, dat zout in de karamel. En honeybush tea. En honeybush tea is ook een fijnbos. En eigenlijk een soort zusje van de rooibos thee. En ik vind het eigenlijk een leuker zusje, want het heeft meer smaak. Ik vind het meer floral. Het heeft... het ruikt sterker en dat gieten we er eigenlijk overheen, zodat het een klein Rembrandtje op het bord wordt.